Mijn naam is Gerard van Spijker en ik mag u namens de Oranje Kapel hartelijk welkom heten hier vanavond. Wanneer het gaat over wonen in zuilen of water. Zijn we hier vanavond bij de lezing Geloof in Zuilen in de Oranje Kapel. Kunt u ons vertellen wie u bent en wat u hier doet? Ik ben Gerard van Spijker, ik ben een gemeentelid van Zuilen en ik ben een aantal jaren geleden hier in Zuilen komen wonen en heb me aangesloten bij de Oranje Kapel. En op een gegeven moment, zoals ik verteld heb, liep ik het museum Zuilen binnen en daar bleek zoveel interessante dingen te zijn dat ik gevraagd heb aan het kerkbestuur van zullen we die meneer niet eens een keer uitnodigen om bij ons het verhaal te vertellen. U vertelde ook in uw verhaal heel veel over de kerken en het geloof in Zuilen. En wat mij dan opviel is dat er heel veel kerken niet meer bestaan tegenwoordig. Van de oude kerken. Ja, dat klopt. Het plaatje is een beetje vertekend. Want je ziet eerst zie je dus dat er geen kerken zijn. Dan zie je dus dat er noodkerkjes komen en dat er grote kerken komen. Nu zie je dus ook weer dat er dus kleinere kerken. Hè, dus dat, ja, het gaat met een golfbeweging en daar hou je niet tegen, denk ik. Wat is er gebeurd in de tussentijd dat we van een hele grote kerk naar een kleine kapel zijn gegaan? Wij hebben de opbouw van Demka en van Werkspoor gezien. Die bestaan ook niet meer. Er zijn een heleboel mensen, denk ik, weggetrokken. Een heel groot gedeelte van de oude bolwerken, verenigingsleven en kerken, die zijn toch ook op een lager pitje gekomen. En het aantal kerkgangers werd dus minder, 30 jaar geleden. En toen heeft men gezegd, we breken de kerk af, we maken er een andere, kleinere kapel in. Niet meer massaal, maar veel meer open voor ontmoeting en contacten onderling. En net wat meneer Van Spijker zegt, dat je dus, ja, dus door het wegvallen van die enorme hoeveelheid parochianen, kerkgangers, doordat die fabrieken sluiten, ja, het aantal inwoners anders wordt, maar ook interesses van de bewoners anders wordt. Je krijgt een stuk ontkerkeling en daar hou je dus ook niet tegen. Ja, dan krijg je dus dat die grote kerken niet meer nodig zijn. Ja. Maar we zien wel dat het geloof wel een belangrijke rol speelde in de wijk, aan het aantal kerken te oordelen in ieder geval wel. Ja. Zeker, en ook specifiek de eigen scholen die je dan allemaal had. Wat op zich, wat ik wel grappig vind, je had dus 235 slachtoffers van die watersnoodsramp die in Zuilen opgevangen werden. Maar er waren maar drie katholieken, dus het was niet zo moeilijk. Het waren er maar drie. Je hoefde maar naar één, met z'n drie in één kerk. Dus kon de pastoor zo even naartoe, ja, dat was zo geregeld. In Zeeland is de katholieke kerk niet zo groot. Nee, precies, dus dat vind je dan ook weer terug in de geschiedenis. Ook heel mooi, ja. In principe is Utrecht vrij protestants over het algemeen. Is dat speciaal voor Zuilen dat er een vrij grote katholieke gemeenschap was? Nee hoor, het is gewoon, ik denk een verkeerde planning geweest. Dat men dus op een gegeven moment kerkjes gaan bouwen terwijl het eigenlijk al niet meer hoefde. Maar ja, dan toch nog wel een beetje het idee had van, nou, wij groeien nog wel. Terwijl, ja, eigenlijk al de voortekenen daar waren dat niet meer die groei zou hebben die men daarvan verwachtte. Ja. Dat is daar eenmaal in gang gezet en dan is het heel moeilijk om te buigen. Hè? Heeft u vanavond nog iets bijzonders, soort nieuws gehoord over Zuilen en de kapel misschien? Heel veel nieuws gehoord en het is gewoon heel leuk om iets meer te weten over de geschiedenis van de wijk waar je staat. Ik woon hier dan niet. Dat vind ik eigenlijk al wel heel jammer. Want dan heb je al een grote afstand, hè, letterlijke afstand ten opzichte van je werk. Maar door er iets meer van de wijk te weten, denk ik dat ik iets beter kan functioneren als predikant. Dat je iets meer kan aansluiten bij de wijk zelf. En ik heb dus meegeholpen met geld ophalen voor het wijkgebouw. Wat origineel als kerkzaal ook gebruikt werd voor een nieuwe wijkgemeente. Omdat het zo uitgebreid was. En dat kon het kerkje in Oud-Zuilen niet meer bevatten natuurlijk. Maar dat hebben wij als jongelui van jeugdkapellen en catechisanten hebben we er geld bij elkaar. Gingen we iedere week bij de mensen langs. Mensen kregen vroeger weekloon. Om een dubbeltje of een kwartje of twee kwartjes op te halen. Speciaal voor het dienstencentrum toen? Ja, voor het Mariendaalgebouw, om dat te gaan financieren natuurlijk. En u ging er zelf daarna ook naartoe, denk ik, hè? Ja, ik woonde er vlak naast. Tot aan mijn trouwen ben ik daar gaan kerken. Alleen er mochten geen sacramenten bediend worden, geen doop. Ik mocht ook niet trouwen, dus ik ben uiteindelijk getrouwd in de Jacobikerk in de Jacobstraat. Want dat was de bijkerk van mijn man. Dus de hervormde kerk? De hervormde kerk, ja. Wij zijn welkom in het museum
We hebben binnenkort in de 40 dagen tijd doen we ook een hele reeks over allemaal christelijke denkers, christelijke stromingen. Nou, dus voor elk wat wils en elke keer kan je gewoon binnenkomen van, oh, dit vind ik wel een interessante lezing. En zo proberen mensen ja, met elkaar in gesprek te krijgen of aan het denken te zetten.